Welkom bij Bardo's Filmgebeuren. Dit is de serie waarin Bardo zijn eerste echte film gaat maken en jij over alles mee beslist. Als dat maar goed gaat. Deze week in Bardo's Filmgebeuren. Bardo gaat langs professionals om de postproductie van zijn film te doen. Hij promoot zijn film bij Giel Beelen op 3FM en hij vertelt jou hoe jij bij de première kan zijn. Jodep gasten, het is tijd voor Bardo's Filmgebeuren nummer 6. Vorige week hebben we de film opgenomen en deze week in de allerlaatste aflevering doen we de nabewerking van de film. Ik heb hier ook mijn allerlaatste Moviezone envelop. En in deze envelop staat: hoi Bardo, je film is bijna af, nu alleen nog de postproductie. Je mag dit keer langsgaan bij meerdere bijzondere mensen uit de filmwereld. Allereerst ga je langs bij een sounddesigner, waarna je ook nog een keer bij Filmoir langsgaat voor de grading. De première wordt voorbereid en daar mag jij een steentje aan bijdragen. Veel plezier. Nou jongens, wij zijn nu hier in het grote banjo montagehok. En dit hier ook, dit is Milan. Hoi Bardo. Hoe is het? Alles goed? Ja, lekker met jou? Ja, zeker. Hoor. En Milan die monteert nu de film die we hebben opgenomen. En wat doe je precies? Want... ja, we hebben nu eigenlijk over de 3 dagen die we geschoten hebben, gaan we nu natuurlijk al de beelden samenvoegen en één goed verhaal van maken. Want sommige dingen zijn natuurlijk niet op de juiste volgorde geschoten. En het is aan mij om te zorgen dat alles op de juiste plek komt. Dus dat één goed verhaaltje wordt. Dus met de filters, de muziek, de alles bij elkaar voegen. Precies. Dat doet Milan. Dat doe ik. En Milan, ik denk heel eerlijk dat heel veel van mijn kijkers willen ook gewoon jou aan het werk zien met de film. Dus heb jij iets van de film voor de kijkers? Ja, we kunnen wel even een snel kijkje nemen aan een shot van later in de film. Waarin een zombie gekild wordt door jou. Oh. Dus een zombie kill die jij doet. En in dit geval is het een zombie en die wordt eigenlijk aangevallen door een wapen wat er nog niet is. Dus hoe gaan we dat nou oplossen? We hebben natuurlijk meerdere shots voor nodig om dit tot een goed shot te maken waarin het lijkt dat de zombie gekild wordt. Dus we hebben daarna ook nog door Rolf wat bloed op de muur laten sproeien. Rolf van aflevering 2 toch? Precies. Ja, hij doet ook de special make-up voor alle zombies. Dus eigenlijk op de plek waar de zombie was, heeft hij ook wat bloed op de muur gesproeid. En dan hebben we ook nog natuurlijk het wapen nodig. En dat was jij in dit geval met je stok. En dat hebben we voor een soort greenscreen gedaan. En met greenscreen kan je heel makkelijk eigenlijk de achtergrond weghalen en alleen de stok overhouden. Dus we hebben hier de zombie alleen. En dan voeg ik daar de bloed op de muur aan toe op het moment van impact. Eigenlijk komt hij naar voren. En dan zie je eigenlijk al meteen het bloed op de muur sproeien. Er moet nog wat aan gedaan worden. En dit is van een heel ander shot, hè? Dit... ja, dit zijn 2 hele aparte shots. We hebben ze achter elkaar opgenomen, maar het wordt nu samengevoegd. En denk je natuurlijk van, waarom vliegt er bloed uit zijn achterhoofd? Nou, dan voegen we ook jou even toe met de stok. En dan zien we al dat de stok nu door zijn mond lijkt te gaan en hij zijn achterhoofd er weer uitkomt. En het al de bloed natuurlijk op de muur sproeit. En hoeveel uur zit hier nu al in? Ik denk dat we hier nu 2-3 uurtjes in hebben zitten. En hoeveel uur gaat er nog bij komen? Ik denk nog zoiets. Dus ga jij lekker monteren, ben ik hier zo terug. Ik sluit mezelf op en het gaat afkomen. Ja, thanks, gozer. En zoals bij elke echte film hoort er natuurlijk heel veel grading bij. En daarom ging ik naar Wouter Suijderhout bij Filmoir. Wouter Suijderhout is een echte grader. Hij heeft onder andere de grading van Bright Flight en Flirt gedaan. Jongens, ik zit hier nu bij Wouter van Filmoir. En Wouter, jij bent een echte... hoe noem je dat eigenlijk? Iemand die de color correction, de grading doet van een film? Hoe noem je dat? Grader. Een grader gewoon. Zo simpel is het. En ja, ik doe kleurcorrectie. Dat is het gewoon een Nederlandse woord voor. En het is hetzelfde als grading in het Engels. En degene die grading doet, is een grader. Een film moet je eigenlijk corrigeren, omdat allerlei opnames op verschillende momenten op de dag, verschillende momenten de week, soms een jaar geleden zijn opgenomen. En in elkaar gezet worden in de montage. En toch in één scène terechtkomen. Precies. Dan is een beeld wat vorig jaar gemaakt is en wat gisteren gemaakt is, vaak niet hetzelfde. En is het heel flauw voor mij om te zeggen tegen de kijkers dat grading in de meest simpele vorm een soort Instagram is? Dat je een foto maakt en je gaat een filtertje overheen doen zodat het... is dat flauw om te zeggen? Of? Dat komt erop neer. Je kan het eigenlijk beter vergelijken met Photoshop. Als ik hier om me heen kijk, je hebt hier heel veel, ja, ik ga het gewoon zeggen, mannenspeelgoed. En wat is dit eigenlijk, wat we hier hebben liggen? Want dit ziet er een beetje uit als gewoon wat Armin van Buuren heeft om te kunnen draaien, zeg maar. Ja, het komt er in die zin wel hetzelfde op uit, dat ik heel veel knopjes heb. En daarmee ja, beïnvloed ik dat beeld. Ik zal eens even laten zien hoe het werkt. Als ik deze naar boven draai, kijk, dan wordt dat helemaal rood. En als ik hem nou helemaal naar blauw trek...
Dan zie je dat al die wieltjes, al die puntjes die gaan hier naar het blauw toe. Nou ja, het resultaat is blauw. Bij dit shot, hè? Dit bloed is niet wat het moet zijn. Nee, niet eens? Nee, eens. Het is een beetje braaksel nu nog. Dan hebben we hier een trucje. En wat ik nu doe, ik kan een kleur selecteren. Daar. Dus ik maak van dat rood wat hier als een soort lichtelijke braaksel over het raam ligt, het stukje weer een beetje erbij plukken. Zodat het opeens een gat gaat ontstaan in een zwart vlak. En in dat gat, dan kan ik het. Wauw. Ik kan dit ook helemaal van kleur doen veranderen. Een soort disco bloed hebben we nu. Dus dit zijn een van de kleine dingetjes, maar nog veel meer, die ik eigenlijk bij een speelfilm allemaal toevoeg. Om het geheel één mooie, polished film te laten worden. Ongelooflijk zeg. Echt heel stoer hoe dit gewoon een soort filmmagie is. Heel erg bedankt Wouter. En graag gedaan. Wij gaan direct weer verder. Nou jongens, ik zit hier nu bij Jos en Nardi van Warner Posta. Nardi van Dijk en Jos van Galen zijn professionele sounddesigners bij Warner Posta. Zo hebben ze bijvoorbeeld het geluid gedaan van My Life on Planet B en hebben ze meegewerkt aan New Kids Turbo. Daar ga je goed knanken! Wat houdt een sounddesigner in? Als sounddesigner ben je eigenlijk samen met de regisseur eindverantwoordelijk over al het geluid wat in de film komt. En al het geluid wat later wordt toegevoegd, wat vaak heel erg veel is. Ook de muziek en de mixage daarvan. Dus tegenwoordig doe je eigenlijk meer twee dingen tegelijk. Ja. Het ontwerp van het geluid, soms zelfs folie. Ja. Ik hoorde jou ook folie zeggen. Wat bedoel je daarmee met folie? Folie is het daadwerkelijk maken van geluiden die in beeld zijn, zeg maar. Dus met de hand geluiden maken, dat is folie eigenlijk. Het stuurt de kijker echt naar een bepaald iets. Als je iemand drukt op zijn telefoon, dat maakt op een set helemaal niet echt een geluid. Wij zitten er een toetsje onder en een bliepje onder. En meteen kijk je naar de handeling, weet je wel. Dat is folie. Dat is wat de kracht ook van folie. Je stuurt de kijker. En is het voor mij mogelijk om even te spelen met geluiden, misschien zombiegeluiden voor mijn film, folie? Tuurlijk. Dingen te proberen? Tuurlijk. Ja, vet man. Oh, dit is moeilijk. Oh, moeilijk. Maar was heel goed hoor. Was hij goed? Ja. Was goed. Oh, godzijdank. Kijk, het is eigenlijk een stukje folie wat we dan nu gaan doen. Yes. Dan nemen we een stuk metalen plaat en dan gaan we daar even op verschillende manieren op slaan. Dus even kijken of we daar een mooie harde impact uit kunnen krijgen. Mag wel harder hoor. En ik doe maar met je, zeg maar, met je hand met een stuk stof ertussen of zo. Ja, dit is goed. Dempen, ja. En dan flink hard. Oké, mooi. Zullen we hier eens proberen iets mee te maken? Ja, cool als je iets van kan maken, graag. Tuurlijk. Nou, Nardi, hoe vond je het gaan? Goed gedaan, ja. Alles was. We hebben een mooi geluid opgenomen. Zeker waar we goed mee kunnen werken. Tof man, ik ben heel benieuwd wat het resultaat is van het korte stukje film. Ja, nou, het is nog een beetje grof en ik heb er wat dingetjes ook bijgelegd. Maar laten we eens gewoon even afspelen en dan bekijken wat we hebben. Professionals op mijn film gezet, zodat hun lekker de film kunnen afronden. Het enige probleem is nu dat niemand weet dat er een daadwerkelijke première is. Ik moet daar zoveel mogelijk aandacht voor krijgen. En daarom zocht ik Giel Beelen op bij 3FM. Het is lekker vroeg en Bardo maakt zich klaar voor de uitzending op 3FM. Eerst even kijken wat er nou precies bij zo'n uitzending komt kijken. Als je dit deze kant op filmt, dit is de studio al van 3FM.
Het is toch eigenlijk redelijk simpel. Ik loop even naar jou toe, want ik denk dat hier het mooie staat. Had ik dat geweten, had ik het even opgeruimd. Jezus, je hebt hier echt alle mogelijke speeldingetjes staan, ja, hè? Ja, het is één grote kermis, ja, dat klopt. En het enige waar ik benieuwd naar ben, want is al het werk wat jij doet, is dat hier of zit je dan eigenlijk nu straks thuis alle plaatjes voor morgen klaar te zetten? Nou, het is wel zo. Het is niet alleen tijdens de uitzending natuurlijk. Dus bijvoorbeeld straks na de uitzending. Dan ga ik wel alvast een beetje een lijstje maken. Kijk, ik heb hier in principe bedacht dat ik deze plaatjes vandaag ga draaien. We zullen even kijken hoe het loopt. En nu Cool Kids. Hierna ga ik de Black Keys draaien. Daarvan dacht ik gisteren, oh kut. Kut. Verkeerde sound effect. Oh shit, je hebt de cue gemist? Nou, ik vond het leuk om koud hier tussen te doen. Dat is nog mijn eigen ding. Maar, dus dat is, het is een ruwe opzet, maar dat is wel wat je na de uitzending maakt. En gewoon, verder. Ja, voor de uitzending een beetje nieuws scannen en zo, allemaal onzin shownieuws. En ja, Bardo, nu is het tijd voor je schaamteloze zelfpromotie op 3FM. Je hebt het altijd over het filmgebeuren, Bardo's filmgebeuren. Yes. Wat is dat? Nou, dat is een heel groot filmproject wat ik aan het opzetten ben met Filmmuseum Eye. Die hebben een jongerenlabel, Moviezone. Ja. En samen met hun ga ik nu een eigen film maken. Ja. Er komt een hele grote première van. Oh. Op 24 december. Oh, echt nog dit jaar? Dit jaar nog. Oh man! En er kunnen 800 mensen naartoe. Maar op fucking kerstavond doe je dat? Nou, kerstochtend. Op kerstochtend. Je moet echt vroeg je nest uit op kerstochtend. En als je kaartje wil bestellen, iFilm.nl/Bardo. Want dan ben je daar in dat hele mooie gebouw in Amsterdam. En daar gaat die première dan. In de grote zaal, 400 op kerstochtend. Kerstochtend. What the fuck is dat voor ochtend, joh? Goed, hè? Dus jongens, dat brengt ons bij de grote première. Die gaat plaatsvinden op 24 december hier in AI. En jij kan bij die première zijn. Er zijn ongeveer 800 kaarten beschikbaar, maar er is nog geen titel van de film. Want die titel mogen jullie gaan kiezen. Jullie hebben de keuze uit optie A, Guy's Night. Optie B, Help My Friend is a Zombie. Of optie C, Party Hardy Zombie Night. Jullie mogen gaan bepalen hoe de film gaat heten. En dan kan je ook nog een keer komen naar die première van de film. De film waar jullie over mee hebben mogen bepalen. Linkje in de beschrijving om een kaartje te kopen. Tot de 24e bij de enige echte Banjo première. Voor de laatste keer in Bardo's filmgebeuren kunnen jullie thuis stemmen. Wat wordt de enige echte titel van Bardo's film? Is het A, Guy's Night? B, Help My Friend is a Zombie? Of C, Party Hardy Zombie Night. Breng jouw stem uit op siri.moviezone.nl. En dit is natuurlijk niet het einde. Volgende week komt namelijk de enige echte trailer van Bardo's film uit. Eerder kozen jullie al voor de Michael Jackson thrillerdans, Dylan Hagens, Rolf Zombie, De Koekenpan en Toedeledokie Motherfucker. En wat de titel van de film wordt, dat is helemaal aan jullie. Tot de volgende week! Bye.